Onder het motto Sint-Jozef draait door voeren medewerkers van het woonzorgcentrum in Weerslo eind vorige week 24 uur actie om geld in te zamelen voor een duurfiets voor hun bewoners. Een ludieke actie vol met betaalde activiteiten in het plaatselijke café. Het gaat hartstikke goed. We hebben inderdaad vele activiteiten georganiseerd. Ja, heel veel mensen, jong en oud, komen langs en doen mee. En tot nu toe gaat het heel goed. Gerard 47. Otto 66. 24 uur actie. Jij bent helemaal kapot, want hoeveel uur heb je geslapen? Nul. Dus jij hebt letterlijk... Ik heb 24 uur doorgedraaid. En dat alles voor de aanschaf van een speciale duo-fiets. En die fiets, die komt niet eens van zo heel ver. Deze wordt namelijk geproduceerd bij het Oldenzaalse bedrijf Huca. Huca is een verbastering van de achternaam van de oprichters. Dat is Louis Huttenhuis en Ben Kamp. Dus Huca. En Ben Kamp is jouw vader. Waarom is hij ooit begonnen? Huca origineel is begonnen als een afstudeerproject van de HTS, moet ik altijd even goed over nadenken, of dat toen ook al HTS heette. En dat is een stoeltje geweest in samenwerking met het Roezink, met het refundatiecentrum. En dat was een stoeltje voor kinderen, nou, dat werd toen nog onrustig genoemd, tegenwoordig hebben we er allerlei afkortingen en termen voor, om te zorgen dat die kinderen wat rustiger in hun stoel bleven zitten. En dat was hun afstudeertraject en dat was eigenlijk het begin van Huca. 40 jaar geleden is Huca ontstaan uit passie. En terwijl de techniek en de economie in de loop der jaren enorm zijn veranderd, is de passie altijd gebleven. Ook bij opvolger Bas Kamp. Het samenbrengen van techniek en de vraag vanuit de behoefte, dus mensen met een beperking of hun omgeving, ja, dat is wel onze passie. En dat noemen we nog steeds bij Huca het leven van de mens iets makkelijker maken. Maar 40 jaar, wat is er in die 40 jaar veranderd? Heel veel, zowel de organisatie... Huca destijds was ook dealerpartij, dus verkopende partij aan de particuliere gemeentes en instellingen. Dat zijn we nu niet meer. We zijn echt fabrikant van hulpmiddelen. En daarnaast is het speelveld, de omgeving, heel erg veranderd. Onder druk van bezuinigingen, de ontwikkelingen in ziektebestrijding, dus het beeld van de cliëntelen verandert. Wat je ook ziet is een verschuiving. Dus dan kijken we met name naar oudere mensen. Die voelen en vinden zich niet beperkt. Dat moeten ze ook absoluut niet doen. Maar daar kunnen onze producten ook steeds meer helpen. Dus je ziet mensen die vroeger op hun 50ste, 55ste stopten met fietsen. Nou, dat verlengt nu door het gebruik van de elektromotoren. Nou, wij zouden graag zien dat mensen dan ook niet denken van... Nou, als die elektromotor niet meer werkt, dan zet ik de fiets wel aan de kant. Dan zou je natuurlijk prima op een driewielfiets of een andere fiets kunnen verder fietsen. Nou, het Weerslo in actie gehouden, zie je dat vaker van die acties van woonzorgcentra om een duo fiets aan te schaffen? Ja, dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van dat veranderende marktveld. Daar waar de overheid steeds meer zich terugtrekt, zie je dat soort initiatieven door de buurt, bedrijven. Dat is een beetje crowdfunding-achtige variant, zeg maar. Ja, dat zie je wel steeds meer ontstaan. Gelukkig, want... Ja, anders zouden wij onze fiets natuurlijk niet kunnen verkopen. Maar wat ik veel belangrijker vind is dat die mensen anders ook gewoon niet meer buiten komen. Omdat werd vroeger gezorgd voor die aanschaf. En als dat wegvalt en niemand stapt daarin, ja, dan zitten die mensen dus alsnog op hun kamertje. Dus dat zijn prachtige initiatieven. Ja, en vaak ook heel succesvol. Dus dat is ook wel leuk. Terug naar Weerslo, waar de euro's zijn geteld en de spanning stijgt. Over de hoogte van de opbrengst van de 24-uursactie... Sint-Jozef draait door. Goedemiddag allemaal. We hebben 24 uur hebben wij de trol overgenomen met als doel om gelden bij elkaar te krijgen voor een duofiets. Dat is ons gelukt. Dus mijn hartelijke dank. Yeah. 24 uur actie, jij bent helemaal kapot, maar geslaagd dus. Zeker geslaagd, ja.